Goedemorgen op deze donderdagochtend. Wat fijn dat ik de aftrap mag geven op deze Volandis Deskundigdag 2022. En u gaat vandaag op zoek naar het antwoord op de vraag: Hoe blijf je gezond en fit tot aan je pensioen? In de bouw en in de infra. Een vraag waarop Volandis en Arbo professionals een duizelingwekkende hoeveelheid antwoorden presenteren. En als je één blik werpt, op de A-bladen bijvoorbeeld, dan zie je een enorme diversiteit aan onderwerpen en situaties. Daar ben ik dan ook wel benieuwd naar. Jullie hebben als thema gekozen sluipmoordenaars. En dat klinkt een beetje griezelig. En dan gaat het om onderwerpen waar je inderdaad niet meteen aan denkt. Vandaag zijn dat onder andere PTSS, zittend werk en werken in de zon. Het zegt iets over de grondigheid en de brede blik waarmee jullie werken aan duurzame inzetbaarheid, want het zijn echt drie heel verschillende onderwerpen. Dank voor jullie inzet om gezond en veilig werken mogelijk te maken. Zo belangrijk in Nederland, zeker dit jaar. En voor iedere vakkracht of je nu in loondienst bent, ZZP'er of uitzendkracht. Want zo geven we samen vorm aan het Nederland van morgen. En aan een pensioen waar we allemaal op een dag naartoe mogen leven. En in ons land zijn de uitdagingen enorm. 100.000 woningen per jaar. De vlotte doorstroming van woon-werkverkeer en natuurlijk de energietransitie. En daar hebben we al die mensen in de bouw en de infra zo hard in nodig. En daarom is werk aan duurzame inzetbaarheid een noodzaak, geen luxe. Ik zag het in jullie mooie video. Ik werk veilig of ik werk niet. En zo is het. En centraal daarbij staat de RIE. En we zien dat de ri nog te vaak gewoon niet wordt opgesteld. En dan zeg ik, jongens, het staat in de wet. Maar de helft van de bedrijven heeft er één. Dat is de allereerste stap. Stel die RIE op. En de tweede stap is, zorg dat die RIE ook gewoon goed wordt. En het vragen van aandacht voor een goede ri En jullie hulp bij het opstellen daarvan. Is dus hard nodig. En ik vind echt... Dat werkgevers ervan doordrongen moeten zijn dat investeren in preventie zich driedubbel terugverdient. Niet alleen voorkom je een ongeval, je krijgt daarmee ook mensen die meer verbonden zijn met het bedrijf, omdat ze weten dat er in hun werkomstandigheden geïnvesteerd wordt. En hier zie je dat het bedrijf en de maatschappij elkaar kunnen versterken. Kijk, en dat een bouwvak er niet van steen is, dat wisten we al toen ik klein was. En wat dat betreft staat Volandes in een prachtige traditie. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de voorloper van de huidige Arbo-Unie is opgericht. Gefeliciteerd met jullie mooie jubileum. Ik ben nog ietsje ouder dan jullie trouwens. Maar in 2022 draait duurzame inzetbaarheid om heel veel meer. Luister naar je lichaam, kijken welke kansen je hebt. Maar ook nu al nadenken over de vraag: wil en kan ik dit werk ook nog over twintig jaar doen? En als ik dit wil, wat moet ik daarvoor doen? De dia en het Digital Skills Passport, het digitale vaardighedenbewijs, zijn wat dat betreft prachtige manieren om vooruit te kijken. Want een mens is zoveel meer dan een verzameling op je CV van bedrijven en jaartallen en functietitels. Jij bent wie je bent. Je kunt iets. Je wilt iets leren en je wilt van A naar B. Bijvoorbeeld van installateur naar werkvoorbereider. Of misschien wel van timmerman naar rijinstructeur, zoals ik dat zag in een van jullie video's. En met de Arbovisie 2040 wil ik een stip op de horizon zetten. Preventie en kennis zijn hier essentiële onderdelen van. En dankzij jullie kunnen al die volgende generaties gezond blijven werken. En gezond blijven. Ik zou daarom willen zeggen, ga door, ga zo door. En voor vandaag wens ik jullie niet alleen een inspirerende middag toe, maar ook een hele gezonde en veilige middag.